Nu hoort het eigenlijk groot nieuws te zijn, maar ik heb het nergens voorbij zien komen. Hoe kan dat? Nou ja, omdat de overheid die heeft de media in de zak. Nieuws. Ja, Marcel, jij kwam deze week met schokkende feiten over de coronavaccins. Ja, dat klopt. We hebben een brief gekregen van de EMA. Dat is de Europese Geneesmiddelenautoriteit. Die laat de vaccins toe op de Europese markt. En dit antwoord bevat schokkende feiten. Allereerst stelt de EMA expliciet dat zij de coronavaccins alleen en uitsluitend op de markt heeft toegelaten voor individuele immunisatie. En absoluut niet voor beheersing van besmetting en absoluut niet voor het voorkomen of verminderen van besmettingen. Maar zo werd dat wel gecommuniceerd door onder andere Rutte en De Jonge. Ja, en dat is, ze noemen dat off-label, dat is gewoon een niet toegestaan gebruik, niet geautoriseerd gebruik. Waar ze mensen in gevaar hebben gebracht, dat vind ik dus echt schokkend. Nou, er stond in dat het vaccin niet is toegelaten om besmettingen tegen te gaan. Wow. Ja, dat is nogal logisch, want vaccins worden nooit toegelaten echt speciaal om besmettingen tegen te gaan. Maar vooral gewoon ja, om jou te beschermen als ik jou prik, dat jij die ziekte niet kan krijgen. Ja, en als je dan die ziekte toch niet krijgt, kan je hem ook niet doorgeven aan iemand anders. Maar wat zit erachter dan? Want wij gaan er allemaal vanuit dat de overheid het beste met je voor heeft. Nou, de overheid die heeft al tientallen jaren niet meer het beste met ons voor. Ik wil mensen echt onmiddellijk uit die droom helpen. Dat is gewoon niet zo. Ze hebben het beste met zichzelf voor. En dat zien we onder andere aan de deal die Ursula von der Leyen, die nu voorzitter is van de Europese Commissie, gesloten heeft met Pfizer. Dat is een miljardendeal waar ze ook in één keer miljarden vaccins heeft besteld. 10 per elke inwoner van de EU. 10 vaccins. Dat gaat dus over echt vele miljarden. En de details daarvan mogen we niet weten. Nou, een deel klopt wel. Kijk, zijn onvrede is dat regeringsleiders heel erg hebben geroepen van ja, je vaccineert niet alleen jezelf, maar je vaccineert ook om anderen te beschermen. Daar is echt wel wat op af te dingen. Want het is echt niet zo als jij gevaccineerd bent dat jij nooit meer het virus zult krijgen of doorgeven aan iemand anders. Maar het gebeurt wel minder vaak. En daar vertelt hij zich aan. Hij ziet die brief van het EMA als een soort bewijs dat het vaccin helemaal mis is en helemaal niet heeft geholpen. We hebben gewoon vrije keuze in vaccineren. En dan moet je niet zeggen van ja, je hebt vrije keuze. Maar als jij kiest om niet te vaccineren, dan ben je slecht bezig. En dat is precies wat Hugo de Jonge heeft gedaan. Ze noemen het geen dwang, maar ik vind als jij gewoon nergens binnen mag zonder dat jij kan aantonen dat je gevaccineerd bent, vind ik dat wel dwang. Ja. Dus hebben mensen gewoon echt erin geluisterd. Kunnen we de overheid nog vertrouwen volgens jou? Nou ja, je moet natuurlijk nooit de overheid vertrouwen, sowieso niet. Maar los daarvan, gezond wantrouwen is altijd goed. Maar ja, weet je, wat hij gewoon doet, dat is toch wel het ouderwetse populisme. Ik ging tegen hem in op Twitter met een tweet en dan krijg ik gelijk te horen van oh, jij bent van de regering en van het kartel, bla bla bla. Allemaal bullshit. Kijk, natuurlijk moet je de regering altijd een beetje wantrouwen. Maar in dit geval, ja, als er echt iets helemaal mis zou zijn met die vaccins, zou ik het echt op de voorpagina zetten. Hoeveel heb jij betaald gekregen voor deze boodschap? Kreeg ik maar eens een keer wat betaald voor deze boodschap. Ik mag niet eens extra geld. Ik sta gewoon keurig op de loonlijst. Ik ben een heel saaie kantoorklerk die gewoon mijn cao-loontje krijgt. Ja, hoe kijk jij naar de tweets van de Maarten? Ja, zure krant, hè? en een zure man. Ja. Die zou weer eens een keer terug moeten naar de school voor journalistiek om te leren wat onafhankelijke journalistiek is. Dat lijkt me heel verstandig. Het is moedwillig in gevaar brengen van mensenlevens. En ik herinner u er nog maar eens aan dat we nog steeds kampen met een gigantisch, zogenaamd onverklaarde oversterfte. Ja, jij noemt die persconferentie een toneelstuk, maar is dat wel echt zo? Is het een toneelstuk? Ja, ik vind van wel, want je kunt daar gewoon in Brussel kun je gewoon een zaaltje huren, een perszaaltje. En dan heb je een mooi achtergrondje, alsof je heel belangrijk bent in Brussel van de regering bent of zo. En ja, het is gewoon een perszaaltje waar zij stonden. Wij hadden daar ook kunnen gaan staan. Met 5 mannen op een rij gaan staan, heel gewichtig, mooie pakken aan. En moet je eens kijken wat wij aan de wereld te melden hebben. En ik durfde wedden, je zag geen shot van het zaaltje bijvoorbeeld. Ik durfde wedden dat er gewoon niemand in het zaaltje zat. Nu hoort het eigenlijk groot nieuws te zijn, maar ik heb het nergens voorbij zien komen. Hoe kan dat? Nou ja, omdat de overheid die heeft de media in de zak. Er gaat 1 miljard subsidie bijvoorbeeld naar de publieke omroep elk jaar. Op het moment dat ze niet vertellen wat Rutte wil horen, dan gaat die subsidiekraan gewoon steeds verder dicht. Kom op Marcel, heb je nou niks beters te doen? Ga gewoon je werk doen. Controleer de macht, doe je best en hou even op met dit soort onzin. Lieve mensen, we zijn onwijs blij met jullie als kijker, maar zonder betalende leden kunnen wij niet voortbestaan. Dus klik even op de link in beschrijving en steun ons.